dingen die we meemaken weerspiegelen zich zeker in onze songs. Sommige dingen zijn natuurlijk niet speciaal autobiografisch, zijn een verhaal dat we vertellen, dat we zien bij anderen. Vooral ook omdat ze heel vaak universeel zijn. Hè. Ziekte, verlies van een dierbare, angst voor wat er nog komen gaat, de crisis. Maar ook positieve dingen, dankbaarheid voor het leven, hoop. Dat zijn allemaal dingen die we wel verwerken in onze songs. Ja. Voor mij persoonlijk is Be Fresh tussen serieus en niet zo serieus in. Niet zo serieus om de simpele reden dat het gewoon fun is om te doen en een uitlaatklep, iets dat we gewoon ook nodig hebben om creatief te zijn na de verantwoordelijkheden van alle dag die we hebben. Maar wel serieus genoeg om er echt hart en ziel in te steken en passie en om te proberen echt iets van kwaliteit neer te willen zetten. Als ik begin te werken aan nummers, zoek ik eerst naar een soort sound, groove. Ik zet me gewoon achter de keyboards. Ik pak wat geluidjes, begin wat geluiden te maken op de keyboards. Zoek wat dingen die samenpassen, smet het allemaal wat bij elkaar. En plots hoor ik iets dat samenpast, wat ritme geeft, waar de klanken tegenover elkaar, bas, kleine geluidjes, iets vormen. Wij zijn mensen van Leuven en we zouden heel graag een keer op Marktrock willen spelen. In ons eigen thuisstad, in onze eigen achtertuin. Dat zouden we geweldig vinden. Every breath feels like life. I'm a runner's high.